Hallo lieve mensen, ik heb hier knoflook en uien, laos, gember, peper uit eigen tuin, lamboriwit, tomatenpasta, zout, suiker, maggi. En ik heb hier iwak malem in warm water gezet, om het even zacht te maken, want het was uit de ijskast. Hier heb ik boter en olie in de pan op vuur. Eerst de knoflook in bruin maken en dan peper, pasta, zout en suiker, maggi. Goed draaien. Ja. Door laten bakken. Daarna zet ik een beetje soja. Soja is al zout. Dus daarop leg ik ook. Goed bakken, bakken, bakken. En dan zet ik de stukjes iwak malem daarin met graatjes erbij. Want die is lekker om eraan te zuigen. Voorzichtig draaien, anders raken ze los. Luister niet naar de buren. Ja, het is al gaar. Ik zet nu zoekgroenten erop. Yes, that's the right finishing touch. It smells very, very good. I'm hungry. Schappen. Op warme, zachte reins. Yes. Thank you for watching and cooking with me. Dit is die pandan daud van Rafieq. In een glas met ijs. Hoe heerlijk, heerlijk. Het is echt heerlijk. Ik hoor van wanneer die saus dik is. Dus het moet niet te droog zijn. Een beetje saus, maar ook niet waterig. Het is echt sweetie. Die amalem kan je kopen bij Dino. Ini mereka baby hala. Terus.